YouTube! Zoals jullie waarschijnlijk wel zien, zit ik vandaag niet in mijn eigen studio. Misschien herken je de studio wel. Ik ben namelijk vandaag de gast bij... Thomas! Yay! Ik vind het heel gezellig dat je er bent. Nou, ik vind het heel gezellig dat jij er... Oh nee, wacht, ik ben bij jou. Ja, je bent bij mij op visite. Ik vind het heel gezellig dat ik leuk ben. Dat ik in mijn eigen huis ben vandaag. Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Waarom? Ja, ik ben totaal geen tekentalent en ik weet wat je allemaal kan. Je hebt zoveel talent, ik heb geen talent. En nu zit ik hier naast jou. Maar en ik heb het gevoel dat ik heel deze video ga verpesten. Nee, dat komt wel goed. Zal ik even kort uitleggen wat we gaan doen? Ja, doe maar, want ik snap het nog steeds niet. Oké, wat wij gaan doen. Wij gaan zo meteen allebei tekenen op het vel dat hier voor ons ligt. Maar we krijgen hier maar 3 minuten de tijd voor, nu ik dat zeg. Dat is heel kort. Ik heb wel mijn mobiel nodig en die heb ik niet. Zal ik de stopwatch erbij pakken vast? Ja, kijk, we hebben een soort van teamwork. Kijk, na die 3 minuten stoppen we. Dan wisselen we om van vel en dan ga jij verder tekenen op mijn tekening. Ja. Nou, dit doen we gewoon een aantal rondes door. Totdat wij vinden dat het gewoon wel een mooie tekening is geworden. Ja, ik ga echt mijn best doen. Ja, ik ook. Voor het eerst. Ik meen het echt. Ik ga echt mijn best. Ja. Waarom lach je zo uit als ik zeg dat ik mijn best ga doen? Ik ben wel gewoon melig van al die autootjes rijden en zo met jou. Ik heb er ook nog steeds helemaal heet van. Ja, maar dat komt omdat ik in zit. Oh, vandaar dat ik het zo heet heb. Zelfs Rick loopt weg nu. Mag ik een duimpje moment doen? Ja, doe jij een duimpje. Jongens, vind je het nou echt leuk dat we dit gaan doen? Dan zou ik zeggen, doe eventjes een duimpje omhoog. Want als we de 4000 duimpjes halen, dan gaan wij gewoon nog een keer een video opnemen. Oh. Dat heb ik nu bepaald dat we dat op jouw kanaal gaan doen. Bij deze is besloten. En abonneren. Ja. Ook meteen op Thomas. Dat zou lief zijn. Gaan we nou beginnen? We gaan beginnen. Oh, oké. Okay. Oeh, spannend. Heb jij ook van die zweethanden? Ja, ik ben helemaal nat. Ik glibber hier zo langzaam. Ik moet die stoel schoonmaken, hè? We gaan de timer zetten op 3 minuten. Hoe zet je een timer op 3 minuten? Timer. Oh, wacht. Timer. Ja, we moeten deze hebben, ja. Oh, ja. Oké. Ik leg je wel uit hoe jouw telefoon werkt. Ja, ik weet het weer. 3 minuten. Ja, moet ik op start drukken? Als je wil gaan beginnen. Maar dan moet ik gelijk beginnen, toch? Ja, daarom. Dus wacht. Oh. Wil je een pen? Ik weet niet wat hier allemaal ligt, eigenlijk. Ja. Ik ben er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. Gaan we doen? We gaan in 3, 2, 1, start! Oké. Jij had een idee, zei je net. Ja, ik had een idee. Echt? Ja, maar ik moet... Bemoei je nou niet met mij, nee, want ja, ik moet er helemaal zien. Oké, ik ga ook gewoon tekenen. Ik kan afkijken. Oh, ik denk dat ik al weet wat je gaat maken dan. Maar maakt het uit hoe groot het is? Nee hoor. Het is jouw tekening. Oké, jongens, ik heb al 2 lijnen gemaakt. En je zal misschien denken, als je dit ziet, Thomas, waarom maak je het een beetje... beetje kartelig. Ja, maar dat beetje woord, kartelig. Dat komt omdat hij een minder hand heeft. Ja. Nou, hij vindt het zo spannend. Ja, dat is zeker waar. Nee, dat komt. Ik heb hier mijn afkijkgedeelte. Dan weten jullie wat ik aan het maken ben. Mooi. Maar ik wil niet dat jij straks mijn tekening gaat verpesten. Ik zal hem niet verpesten. Zie je al wat ik aan het maken ben? Het is nu al aan het mislukken. Nee, ik zie het nog steeds niet. Echt niet? Ja, 3 vierkanten. Oké, wacht. Maar de tijd tikt, hè? We hebben nog 56 seconden. Ja. Oh, ik weet wat je aan het doen bent. Ja? Polaroid foto's. Ja. Hoe doe je de mond? Oh, hoe ga ik dit doen? En als anders maar nu wordt het moeilijk. Dan doe ik dat. Dat is een goed idee. Hey. Dus eigenlijk we kunnen wacht elkaar ik gewoon helpen. 30 seconden. Nee, maak er iets eromheen. Echt? Ja, natuurlijk. Gewoon die haartjes in de oortjes of zo. Oh ja. Dan kan jij. Dat kan dan blijft het in dezelfde... Ik heb net gehoord dat ik dat kan. Ja, dan blijft het in dezelfde stijl. Hoezo kan jij zo rechte lijnen maken? Recht. Zonder lineaal. Nou, ik weet niet hoor. Het is niet echt heel recht. Ik vind dat heel recht. Oh, 2 seconden, 1 seconde. Oh. Gaan we laten zien? Ja. Dit is het geworden. In de eerste 3 minuten. Ik vind het serieus echt leuk. Ja, dat is meneer, wel schattig. Ik kan niet tekenen. Dat is best schattig. Ik vind het zo spannend. Maakt hij meteen zoiets moois. Ik ga bijna blozen. We gaan wisselen, denk yes. ik. Yes, kom. Kom maar door. Wat ik ga zonde hier van die rechte lijnen, hè. Je gaat toch niet nu bibberlijn eroverheen. Je gaat er wel iets moois van maken, toch? Wacht, ik heb al een idee. Ja, 3, 2, 1. Oké, 3 minuten, dan gaan we weer. Let's go. Helemaal varkentje. Nee, geen varken van maken. Nee, was niet... Oh, het lijkt me ook op het lijkt wel een beetje op Paco's neus, als je hem helemaal zwart maakt. Ik zou niet lief... Becky? Ik weet het niet. Ja, laat mij het maar fixen. Jij bent heel mijn tekening aan het verpesten. Dan komt het wel goed, zegt ze. Vol zelfvertrouwen, net nog een paar seconden geleden. Nou, wat ben je nou aan het doen? Nee, niet
niet kijken. Dit komt helemaal goed. Ja, ik ben ondertussen een van de foto's al aan het inkleuren, maar ik ben er iets in aan het tekenen. Het wordt Paco ook. Nou, dit is echt de lelijkste Paco ooit. Maar goed. Zo. We gaan er een grasveld achter maken. Ik had het nog helemaal niet gezegd. Paco... Maar ik had nog bedacht dat je ook nog hulplijnen mocht hebben. Ja, maar zo te zien zie ik dat jij niet eens nodig hebt. Ik denk dat ik mijn hulplijnen moet gaan gebruiken. Want... Nee, ik vind dat ik het tot nu toe best goed gaat doorheen goed. Kom. Kijk hoe leuk. Wacht. 2-1! Nee, oh! Oh, ah. De tijd is weer om. Gaat zo snel. Ik denk dat ik er helemaal stil van word. Ik ga zo helemaal met mijn gevoel en gedachten in die tekeningen. En in de tussentijd. Nou, ik vind dit best leuk. Ja. Het lijkt op een varkenvleermuisbier. Ja, maar die tong moest langer. Dat is het. Ja, maar hij heeft daar ook niet zo'n lange tong. Pak ja, wacht. Erbij. Kijk, dit is wat we proberen na te tekenen. Want ik dacht ik help hem, maar zo. Het wordt niet beter. Hier is onze vriendin. Zie je dat deze tong is niet slecht. Maar als je die neus helemaal zwart maakt, dan lijkt het wel. Oké, wacht. Ga jij hem proberen te fixen? Ja. Oké, dan gaan we 3-2-1. Yes. Je hebt die mond eigenlijk best wel grappig getekend, hoor. Nou, ik was het niet helemaal mee eens, hoor. Nee, dat snap ik, maar... Ging dat niet helemaal van harte. Nou, de neus wordt langzaamaan ingewerkt. Ik denk dat ik het zo eigenlijk best wel goed doe op dit moment. Nee, je hoeft niet te kijken. Oh, maar dan mag ik het niet zien. Nee, hij wordt superleuk. Ja, die zwarte neus maar die is ogen. Best oké. Okay. Durf jij je te wagen aan die ogen? Nee, ik hoop echt dat jij de ogen wil gaan doen. Nee, want dan ik krijg je zo... Ik wil nog wel een beetje inkleuren. Oké, doe maar. 3-2-1! Ah! Hij wordt best schattig. Hij wordt echt superleuk. En die van jou? Ja, die wordt ook leuk. Oh! Voor mij is het een soort grote foto die jij hier hebt gemaakt, of niet? Ik ga jou tekenen. Ja, daar sta ik zelf ja, in. Ja, ik ga Maris tekenen. Leuk. En weet je wat ik ga doen? Ik ga deze 3 minuten volledig besteden aan die ogen. Dat zou ik leuk vinden. Dat het echt lukt. Ik ben heel benieuwd hoe je die maakt. Ben ik klaar voor? Ja. Weet je wat je gaat doen met je leven de volgende 3 minuten? Nee. Ja, okay. Ogen maken. Daar gaan we in 3, 2, 1. Oké, okay. Als ik het nu verpruts, hè? Wil je wel recht blijven zitten, want ik ga je natekenen. Ja, ik moet ook naar Paco kijken. Ik begin met je schouder. Oké, weet je wat? Hoe ziet de schouder van Maris eruit? Zo heel elegant. Ja, heel elegant. Maar je valt half uit beeld straks. Dus ja. Maar dat is wel makkelijk, want dan hoef je maar 1 oog te tekenen en zo. Ja, zo 3 minuten. De minuut. Oh, ja. En nu nog maar 2 minuten. Maris blijft zoveel kletsen dat ze niet eens door heeft, dat de tijd gewoon doortikt. Oh, zo gezellig. Dit gaat wat erg. Ik krijg hoe de nek van Maris eruit ziet. Ja, gewoon een nek, hè? Ja. Gewoon een nek? Een prachtige nek. Dat bedoel ik. Een beeldige nek. Ja, je ziet wel echt gelijk, dit is de schouder van Maris. Dat zie je. Nee, ik kan dit fixen. Oh, jouw haren. Ja, die zitten 1 kant op. Een beetje, toch? Ik had stekels kunnen maken. Oké. Heb ik ooit wel gehad trouwens, stekels in mijn haar. Echt? Ja. Heb je ooit stekels Vroeger gehad? Vroeger was dat echt super. Oh, 28 seconden. Oh. Wacht eventjes. Het gaat ineens heel snel. Ja, maar dat is niet erg. Dan maak ik het wel verder af. Ja, dat wil je gewoon. Ja, dan mag jij weer verder met de moeilijke oogjes. Ja. Nee, vroeger waren stekeltjes echt ooit eens een keertje hip. En toen wilde ik stekeltjes. Dat was echt... Er zijn geen foto's van. Nou. Jij bent kaal gegaan, toch? Ja, ik ben een keer helemaal millimeter gegaan. Oh. Ja, de tijd is om. Dat is heel leuk. Nou. Nee joh, laat het even zien. Het ziet er heel leuk uit. Ik heb jou echt prachtig getekend. Ik heb alleen nog geen mond. Heel erg leuk. Een heel bijzondere mond. Ja, het lijkt Laten niet... We het, daar, het lijkt niet op Paco. Het lijkt alsof hij een beetje moe is, zeg maar. Zo, een beetje... Ja, maar misschien... Alsof de hondsdolheid noemen we dit. Dit is het beeld van hondsdolheid. Wat? Ja, dat denk ik echt. Het is die 3 minuten tijdsdruk. Je wilt toch afmaken of zo? En daardoor ga je gewoon... Het is toch een beetje een varkensneus. Maak er anders een vampier van. Ja. Want dit is niet meer Paco, dit is zielig voor Paco. Oké, we gaan verder. Ik ga het wel even redden dit allemaal. Ja, ik heb ervaring. Is dit nog steeds zwart? Ja, dit is zwart. Dit is nog steeds zwart. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oké, ik ga mijn zelfportret verder afmaken. Hij gaat aan. Oh, de tijd is alweer... Waarom zeg je dat? Je telt helemaal niet af. 3, 2, 1, hij gaat nu in. Paco krijgt een feesthoedje, want het is feest. Ja. Alsof ze nu hangt. Heel erg. Nu vind ik het dus lastig geworden, want wat kan je nog meer tekenen erbij? Ja. Ja. Jij moet op je eigen tekening Je feesthoedje is vet leuk geworden zo. Ja toch? Ja. Vlaggetjes op de achtergrond. Vlaggetjes, Paco bedankt. Paco is jarig. Ik heb mijn zelfportret afgemaakt, maar ik vind wel dat jij er ook bij moet. Ja, dat vind ik ook. Ik was eigenlijk Zal ik er nog een schilderij erbij hangen? Dan mag jij daar jezelf maken. Ja, is goed.
Ik word helemaal geconcentreerd hiervan. Lekker, hè? Het geeft ook wel een beetje een soort van ontspanning, ja. Ik zit nooit te tekenen. Oh, echt niet? Nee. Ja, soms met Rutger. Ja, met Rutger dan. Nee, maar ja, dat is ook alleen maar om mij uit te lachen. Ja, oh, ja. Nou, vanaf vandaag niet meer. Je hebt laten zien dat je het wel kan. Ja, maar vandaag heb ik talent. Ja, precies. Zo. De uitlachdagen zijn voorbij. De uitlachdagen zijn voorbij. Oh, kijk, de tijd is voorbij. Echt? Ja, nee, ik wil precies... nog een vlaggetje inkleuren. Oh, maar dat komt zo meteen. Bewaar het. Jammer. Nou, ik ga nu mezelf tekenen. Ik zal even laten zien hoe het moet. Ja, laat eens even zien hoe dat moet. Daar gaan we weer. 3, 2, 1. Nou, ik begin heel snel. Echt, want het wordt echt best spannend. Ja, de tijd tikt, hè? Ja, I know, Wil je die vlaggetjes even inkleuren? Oké, ja, baas. Ik zal de vlaggetjes zetten. Wat voor kleur wil je? Blauw? Ja, allemaal pastelkleuren een beetje leuk. Allemaal pastel, dan neem ik grijs. Dat is toch helemaal niet... Nee joh, dat is helemaal niet... Nee, het is jouw ding. Het is jouw drie minuten. Oké, wacht. Ik ga voor roze. Grijs, dat is toch niet feestelijk? Nee, dat zou ik ook alleen maar doen. Dat word ik later wel, grijs. Dat vind ik nu al een beetje. Ik heb laatst dus mijn eerste grijze haar gevonden. Zie je hem hier? Nee. Je trekt hem eruit, Nee, ik heb hem niet eruit getrokken. Ik ben er heel trots op. Echt? Ik laat hem aan iedereen zien die ik tegenkom. Hij is weg. Echt? Ja, ik zie hem echt niet. Hij zat hier. Hij is eruit. We gaan hem straks even nog zoeken. Hoe oud is Paco? Paco is 3 jaar. Oké, nou dan komt er... Het is net jarigrijk geweest in mei. Dan komen er 3 kaarsjes op. Op zich gaat het niet slecht. Ik kom even kijken. Ik vind het wel mooi om te zien dat je begon zonder zelfvertrouwen. Ik heb ineens heel veel zelfvertrouwen. Ja. Okay. Oh nee! Oh, wat heb ik nu gedaan? Mijn vel bewoog. Ik ging per ongeluk zo en nu zit er een streep door mijn gezicht. Nou, die hier zo. Heb je een haakneus? Nee, dan maak je er hele grote karikatuurogen van. Ja, maar ik wil je bij helpen. Die... Laat het anders, dan fix ik het. Ik laat het, ja. Ja, ik vind het. Net zoals die hond. Ja. Stil! Ik kan dit fixen. Mijn inspiratie begint te dalen. Oh, ik had deze nog in kunnen kleuren. Nou. Oh, stop de tijd. Het juiste moment. Precies, op het moment dat de inspiratie... Ze worden wel steeds voller. Ja, dat is wel het. Alleen mist deze wel nog heel veel kleur. Ja, en iets in het midden. Ja, en mijn hoofd moet nog afgemaakt worden. Ja, dus ik hoop dat jij met je talent het kan redden. Kijk. Is het leuk? Ja. Mm. Ze ziet meteen dat het Paco is. Ik hoop dat dit vastgelegd is. Ja. Ja. Nice. Ze dan hebben we het goed gedaan. Echt. En zien jullie ook wat dit is? Ja. Waarom wordt er nou weer gelachen bij mijn tekening? Ja, dat snap ik wel. En links, dat is Rutger. Of ik bedoel Thomas. Sorry. Nou, dat is best goed. Ja. Die heb ik getekend. Nou, we zitten bij het stoppen ermee voor vandaag. Leuk dat je hebt gekeken. Ja, dankjewel. Doei. Dankjewel. Nee, oké, volgende ronde. We gaan de volgende 3 minuten. Ik ga inkleuren. Ja? Ik maak mezelf makkelijk. 3, 2, 1. Go. Oké. Ik moet dit fixen. En dit gaat weer helemaal mis. Let maar op. Even kijken. Een streepje shirt. Ja. Nou, die tijd wordt wel heel leuk. Dit is pistache. Broccoli fondant. Godverdamme. Ik heb broccoli fondant gemaakt. Eww. Heel goor. En de rest maak ik roze, denk ik. Het lijkt wel een klein beetje alsof je een voetballer bent. Ja, zo voel ik me ook vandaag. Ik dacht, we doen eens wat stoerders. Ben ik stoer nu? Super stoer. Bedankt. Dat vond ik niet echt totaal niet gemeend. Jawel. Ik ben niet altijd sarcastisch. Ik ben alleen maar bezig geweest met de taart tot nu toe. Dan maken we er een broccoli fondant taart met aardbeien. Lady Gaga heeft ooit Oreo's uitgebracht. En de vulling daarvan was volgens mij groen en roze. Dus ik dacht leuk, een beetje een Gaga taart. Laat ik wel eens van Lady Gaga misschien. Dat vind ik leuk. Dat is echt waar. 3, 2, 1. En de tijd is om. En jij hebt echt gewoon een regenboog. Ik ga er een unicorn bij maken. Oh, dat is wel leuk. Weet je wat je nog helemaal niet hebt gebruikt? Nou? Je hulplijnen. Oh. Nou heb je ze ook niet nodig, want je bent vet goed bezig. Ja, ik ben beter dan ik dacht. Tijd tikt, ik ga gelijk een hulplijn inschakelen. Dus wil iemand mij komen helpen hier? Kom maar, snel. Oké, nou je hebt 1 keer hulplijn Mila en 1 keer hulplijn Emily. Jongens, we hebben 2 minuten... Nou, het gaat door de tijd. Ja, doe maar. Doe maar wat. Hier, blauwe strepen heb ik. Als jij hier verder gaat, ga ik hier verder. Je bent wel gek op muren, hè? Ja, maar dat is wel zo lekker makkelijk. Overal zie ik muren. Yes. Dat is mijn standaard opvulling. Als ik heel veel wit heb, dan maak ik er gewoon een muur van. Kijk, maar het is wel meteen gezellig. Het is wel gelijk gezellig, ja. Kun jij unicorn maken? Ik denk dat Emily kan dat beter. Oh, dan heb ik maar 1 keer een hulplijn of 2 keer? Nee, je hebt ook nog een hulplijn Emily. Oké, gelukkig. 4, 3, 2, 1. En de tijd is om. Ja, ik heb niet zoveel meer toegevoegd eigenlijk deze ronde. Oh, maar die schaduwen zijn wel heel cool eigenlijk. Nou, ik heb superveel toegevoegd. Dankjewel, Mila. 3, 2, 1. Yeah. Ik wil een hulplijn. Oké, ik wil heel graag hier. Oké, wacht, ik heb nu een andere tekening. Ik wilde een unicorn, maar die tekening is nu daar. Oh, deze kunnen we ook inkleuren. Dat is volgens mij meer deze kleur. Ja, ik zou ze laten tekenen hoor.
Oh, echt? Ja? Zullen we hier gaan Ik ga hier, oh, ik ga hier iets doen. Een kat of zo. In de hoek zo klein. Jij gaat een kat maken. En ik ga weer niks doen, denk ik. Ik ga met rechts. Ik ga met rechts tekenen. Dit wordt fantastisch. Ik kan niet met rechts tekenen. Het is echt. Met links ook trouwens niet. Jawel, mag ik nu niet meer zeggen. Het ging hartstikke goed. Is het beter dan Rick? Ja, daar durf ik geen antwoord op. Ja, ik ga deze inkleuren. Dan maak jij hier nog een hondje. Oh, we hebben nog 5 seconden. 4, oh, nee. 2, 1. Emily, het wordt steeds. Dankjewel voor de hulplijn. Ja. Dankjewel. Oh. Dit zou best in een kinderboekje. Want kijk jij vies? Heb je mijn plant niet meer? Ja, ik weet niet meer wat ik moet doen hier. Kleuren. Ik ga een unicorn maken. Ja, alsnog. Ja, dat je die net zo wegvliegt. Zo. Nee, hierachter op de regenboog. Oh ja. Die afbeelding moet nog ingekleurd worden. Oké, okay, dan gaan we. 3, 2, 1. Ja, ik ga er een Garfield van maken. Dus die is oranje. De Paco viert serieus elk jaar verjaardag. Ja, hè? Echt? Met alle andere honden. Oh. Ja, dan krijgen ze hondentaart. Een tafelkleur geven. Ik vind dat deze op zich wel klaar is, heel eerlijk gezegd. Echt? Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Nou, ik ben nog niet klaar hier, hoor. Oh, maar had je hier nog een ideetje voor dan? Ja, ik wilde deze afbeeldingen leuk in. Nou, die vond ik al best wel klaar. Ja, ik dus ook. Jij krijgt deze weer terug. Dat is ook jouw tekening. Ja, dus dan is die ook weer bij jou terug. Oh, maar wat moet ik hier nou nog mee doen? Hè? Misschien nog een leuk achtergrondkleurtje, wat stralen of zo. Ja. Oh, confetti. Nee, ik ga okay. Het wordt wel een heftig einde hoor. Let maar op. Verkeerde kant. Ik ga confetti maken. Ja, toch wel? Ja, gewoon zo. Nou, net vond je het een stom idee. Ja, maar achter haar uit laat ik het zo komen. Ja, dat is vet leuk. Tart, kom, laatste ronde. 3, 2, 1. Let's go. Oké. Okay. Kleur. Ik ga nog alles voorzien van kleur. Ik ga ondertussen confetti maken. Nee, ik ga toch kerststift doen. Een achtergrondkleurtje voor de schilderij. Wat voor kleur wil jij? Rood, hè? Rood is jouw kleur. Rood is mijn kleur. Nou, eigenlijk goud. Ah, oh, wordt echt heel leuk. Oké, we hebben nog 50 seconden. Ja, de laatste 50 seconden. We gaan het gewoon afkrijgen. Ik weet niet meer wat ik ermee moet doen, eigenlijk. Nou, zal ik hem ook gewoon afmaken dan hier? Want ik vind mijn ook wel Hij af. Is heel leuk. Ja! Oké, klaar. Zijn jullie klaar voor het eindresultaat? Dit is het geworden. Het is fantastisch. Als je met Thomas en Kreetje elke 3 minuten gaat ruilen, krijg je dit resultaat. Ik vind het, weet je, het is misschien niet het mooiste wat jullie ooit gezien hebben, maar ik vind het niet slecht. Ik vind het mooiste dat ik ooit gezien heb. Ja, echt. Mijn hand is helemaal nat. Mijn hand is helemaal weg. Mijn ijs is echt. Er spat allemaal water tussenuit. Maar goed, hè? Dat is de confetti. Ja. Ik vind het best leuk geworden. Ja, ik vind het ook echt leuk. Ja. Dit kan zo in een kinderboek. Heel grappig hoe trots wij zijn. En iedereen nu thuis. Ja. Nee. Maar ik wil jou vooral heel erg bedanken, want je hebt me meer zelfvertrouwen gegeven op tekengebied. Ja, ik vind dat je het super goed hebt gedaan. Nou, applaus voor ons. Omdat je het zo goed hebt gedaan, heb ik wat voor je. Voor mij? Heb jij? Echt? Heb ik iets voor je? Een stift. Het is helemaal in stijl, in jouw kleur. Echt? Een kreetje. Oh! Een van de weinigen. Nou, oh wat leuk! Jou, je eigen fles! Ja. Nou, als ik voor je ga tekenen, drink ik dus hieruit. Ja, dankjewel! Alsjeblieft! Nou, ik vond het wel echt super leuk. Ik vond het heel erg leuk. Ik vind dat we vaker moeten tekenen. Gaan we echt vaker tekenen? Ja, vind ik leuk. Durf je dat? Ik vind het ons een goed team. Wij zijn heel benieuwd wat jullie vinden van onze tekening en welke jullie natuurlijk de allermooiste vinden. Maar deze, nummer 1? Ik zou of niet nummer kunnen 2? Kiezen. Laat het even weten. Ja, laat me weten beneden in de reacties. Vergeet natuurlijk niet te liken, niet te abonneren. En abonneer natuurlijk ook op het kanaal van Thomas. Kan je dat is lief. We hebben ook samen een video gemaakt en dat was hilarisch. Ja, die moet je ook zeker nog steeds kijken. Pijn eigenlijk, maar goed. Check die video ook zeker even op het kanaal van Thomas. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Houdoe! Doei! Dit ging soepel! Het is veel beter gegaan dan ik het zelf voor me had gezien. Ja, echt? Zag je er zo erg tegen op? Katten zijn ook, die zijn getekend. Ja, hij is echt leuk. Ik vind het echt heel leuk.